hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 30 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb maar weer lekker een trui aangedaan. Ik vond het toch wel best wel fris. Het is ook een hele donkere, bewolkte dag, waardoor ik in huis ook niet zo heel veel licht heb. En dat komt natuurlijk, ik heb maar één raam. Dus ja, je lichtinval is dan best wel beperkt en je merkt ook dat het best wel snel donker is. Maar het geeft op zich niet, komt wel weer goed. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Bureau Maastricht. Ik moet wel zeggen, het was wel weer best wel heftig. Ik heb eigenlijk alle seizoenen ook daarvan gezien, zeg maar, die er waren. En ik begon het vorig jaar al wat heftiger te vinden. En ik merk dat het in Maastricht is het nog heftiger. Ook best wel veel mensen die daarheen komen dus om zelfmoord te plegen. En ja, het loopt best wel heftig, sommige dingen ook. En ook wel schelden tegen de politie. En die mannen die treden ook gewoon op. Die zeggen gewoon, dat pikken we niet. En het is ook niet de bedoeling dat mensen denken dat je zo met de politie om kunnen gaan. Wat op zich natuurlijk best wel goed is dat ze het zo aanpakken. En ja, ik vond het... op laatst hadden ze ook nog iemand die was in die Maas of in het water gesprongen van die brug af. En daar gingen ze echt met mannenmacht naar zoeken, maar die kwam niet meer boven. Ja, en op een gegeven moment waren ze een uur verder. Toen hadden ze zelf al zoiets van, nou, de kans dat die man nog leeft is eigenlijk niet heel. Ik geloof dat het binnen een uur nog wel een kans is dat iemand het overleeft, maar na het uur eigenlijk al niet meer. Dus ja, best wel heftig. Uiteindelijk was hij ook wel overleden gevonden de volgende dag, maar ze konden hem ook gewoon niet vinden in dat water. Dus ja, best wel heftige dingen gebeuren daar. Ik heb nog even een spelletje gedaan, toen heb ik mijn vlog in elkaar gezet, die is helemaal af. Foto's bewerkt, ik moet nog even één nieuwe maken, die was niet helemaal goed. Toen ben ik verder gegaan met Black Beauty en daarna ben ik begonnen met The Resident. Ik moet heel even checken of ik het goed uitspreek, want daar twijfel ik nu over. Het is een ziekenhuisserie. Ik zat er op zich meteen wel lekker in. Ik heb natuurlijk altijd heel erg genoten van New Amsterdam. Jawel, de Resident. Maar het is nog eventjes, omdat je pas bij de eerste aflevering bent, was het even zoekende. Maar er zijn 6 seizoenen van. Dus ik denk, nou, dan kijk ik dat wel. Dan kan ik weer eventjes vooruit. Maar op zich best wel spannend. Dus wel mooi ook. Dus ja, toen ben ik naar bed gegaan, mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Weer een beetje warrig geslapen. Dus het slapen, dat is nog niet echt je van net. Maar goed. Ik ga zo hier aan de gang. Ik ga de boel doen. En er was mij gevraagd of jullie een keer mee wilden nemen als ik eten ging koken. En dat heb ik gedaan, dus dat ga ik jullie dan laten zien. Misschien denk je, wat eet jij veel? Dat zal ik alvast er even bij zetten, maar ik kan op zich best wel goed eten. En ja, dus het komt misschien over als heel veel, maar voor mij is dat eigenlijk wel goed. Dus nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien hoe ik dan mijn maaltijd klaarmaak en... Het zal misschien niet super gezond zijn, maar ik heb er wel heel erg van genoten, kan ik je vertellen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat ga ik jullie eventjes laten zien en dan ga ik nu eventjes wat doen. Daarmee ben ik klaar, dus tijd om even aan de gang te gaan. Er was gevraagd of ik jullie een keertje mee wilde nemen als ik eten ging koken. Nou, ik dacht, dat kan ik wel eventjes doen. Ik eet vandaag gebakken aardappelschijfjes met lekker spekjes. Slavinken en ik eet lekker boontjes. Dus dit ga ik nu even opzetten. Ik eet alles altijd wel apart, want ik vind het niet lekker als mijn aardappelschijfjes in de jus van mijn boontjes liggen. Dus ik ga het nu eventjes opzetten en dan neem ik jullie daarin even mee. Ik heb de boontjes net al gewassen. Nu had ik een kuppensoepje gemaakt. Dus wat ik dan doe is, ik gooi het overige water wat ik over heb, wat al gekookt is, gooi ik nu bij mijn groenten. Zo. En daar doe ik dan wat nootmuskaat in. Vind ik altijd heel lekker. En een beetje zout. Nou, dan kan dit op. Ja, de deksel past er niet meer goed op, want die pan is een beetje kroeg. Dus ik pak even mijn aansteker. Kan dit mooi lekker op staan. Ik vind het altijd lekker als de boontjes iets langer ook staan. Want ik wil ze wel een beetje zacht hebben. Tijd om het vlees op te zetten.
boter in de pan. En dat laten we natuurlijk eerst dan eventjes lekker bruin worden voor we verder kunnen. Zo, als de boter warm is, gaat het vlees erin. Dit ga ik gewoon even lekker braden zo. De bonen zijn klaar, dus die kan ik nu lekker gaan eten. Ja, ik heb veel bonen, want daar hou ik van. Dus vind ik echt heel lekker. En hieronder ligt dan lekker soep. Dus hier ga ik nu lekker van genieten. Aardappels is in de airfryer en stekjes staat ook op. Dus dit ga ik nu even uitbakken. En de aardappeltjes met spekjes zijn ook klaar. Dus ik heb niet zo heel veel aardappeltjes. Ik doe het altijd in een bakje. Dan doe ik een beetje olijfolie overheen en dan worden ze lekker. En nou, dan eet ik dat tegelijkertijd op dus. Nou, het vlees is ook heerlijk mooi bruin geworden, dus dat ga ik lekker opeten. En dan ja, heb ik toch wel weer heerlijk gegeten vandaag. Dus nou, daar ga ik nog even van genieten. Zo, ik ben klaar. Ik heb best wel veel gedaan. Ik heb dus de woonkamer helemaal gedaan. En toen ben ik even met de keuken aan de gang gegaan. Ja, keukenkastjes en zo, die pakken ook snel aan natuurlijk. Met zo'n, het een beetje pikt en zo. Dus die heb ik helemaal schoongemaakt. Aanrecht even helemaal schoongemaakt. Alles even aan de kant gehad. Dus dat voelt nu allemaal heel schoon weer. Dus daar ben ik wel heel blij om. Dat, ja, dat kan ik wel gewoon van genieten. Ik heb even alle blikjes bij elkaar geraapt. Die ga ik morgen inleveren. En de flessen heb ik al verzameld. Kan dan morgen allemaal mee om ingeleverd te worden. Ik verzamel het meestal. Spaar ik wel eventjes echt een boel op. Zodat je dan er ook echt wat aan hebt aan het statiegeld. Dat het ook echt wel een beetje scheelt. Want heel soms dan denk je ook van ja. Hè, voor twee flessen ga ik meestal niet. Dat ga ik meestal niet meenemen. Dan heb ik zoiets van nou ik spaar het wel eventjes op. Maar nu had ik aardig wat blikjes. En ook best wel wat flessen. Dus dan kan het mooi ingeleverd worden. En dan ja, heb je mooi weer wat korting op je boodschappen. Met statiegeld natuurlijk. En dat is altijd wel lekker. Nu hebben de katten het lekker gegeten. Ja, ik ben eigenlijk gewoon wel blij met alles wat ik heb gedaan. Dus ja, daar vind ik altijd wel weer heel lekker. Ja, ik ga nu zometeen nog eventjes lekker relaxen en dan straks douchen. En dan is het om 6 uur tijd voor Feyenoord Ajax. En ik vind het altijd zo spannend deze wedstrijden. Ja, als je niet van voetbal houdt, dan zul je het ook niet begrijpen. Maar het is altijd zo, je wilt zo, bij dit soort wedstrijden wil je nog extra dat de club waar je voor bent wint. En ja, dat is in mijn geval natuurlijk Ajax. En ik durf geen voorspelling te doen. Ik denk dat het nog lastig wordt. Ja, ik weet het niet. We moeten het afwachten, maar ik vind het wel heel spannend en ik heb er ook wel super veel zin in. Verder kijk ik gewoon Goede Tijden en Het Perfecte Plaatje. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Moet ik dan nog even één nieuwe foto maken. En dan kan ik die nog even bewerken. Dan kan ik mijn blogpost schrijven en de vlog inplannen. Dan ga ik weer lekker verder met Beauty in Black. En daarnaast gaan we weer tijd voor lekker oogappels. Daar heb ik ook alweer zin in. Want daar kan ik ook weer eerder heel erg van genieten. En dan ga ik lekker naar bed nog even lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. En ja, ik wil nu gewoon nog eventjes lekker eventjes relaxen. Voordat ik straks in de aanslag zit voor de wedstrijd begint. Om te gaan kijken. Dus maar ja, bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag 31 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog wat even op mijn lippen. Maar dat doe ik straks voor ik boodschappen ga doen. Mijn coach is laat vandaag. Het is natuurlijk Halloween vandaag. Nou moet ik wel zeggen dat het hier waar ik woon niet leeft. Halloween. Er zijn vast delen in Nederland waar het wel leeft. Ik heb al wel op het nieuws gezien dat mensen echt hele tuinen hadden omgetoverd tot enge Halloween tuinen. Een beetje last van mijn keel. Maar hier leeft het niet. En dat vind ik ook prima. Dus ja. Ik ben ook niet zo van de hele enge dingen. Dus het is wel goed zo. Gisteravond. Ik heb natuurlijk gekeken naar die klassieker. Feyenoord Ajax. Ja, dat was genieten voor de Ajax fans. Ja.
Ik ging er een beetje in van ja, ik weet niet zo goed hoe we het moeten gaan zien. Want de laatste twee keer heeft Ajax verloren van Feyenoord. En we spelen ook nog eens uit. We spelen in Rotterdam. Dat betekent we hebben geen eigen supporters bij ons. Dus Ajax krijgt geen support. Enkel van de trainer aan de kant en zijn stafleden. Maar ja, je kunt als supporter, als je normaal zeg maar naar het stadion gaat, kun je niet je club aanmoedigen. En Feyenoord had natuurlijk wel hun supporters. Maar dat hielp ze dit keer niet. Want Ajax heeft gewonnen met 2-0. En ik was zo blij. Ik heb staan gillen hier. Misschien dat ik daarom ook een beetje last van mijn stem heb. Ik was zo intens blij dat ik echt dacht van wat doen ze het goed. De trainer had gekozen voor een iets andere spelersmethode ook. Het leek een beetje op iets Italiaans heb ik horen zeggen. Maakt me ook niet uit. Hij is ook van Italiaanse afkomst. Maakt me niks uit. Ze hebben gewonnen en ik was blij. En de keeper die was ook top. Die heeft een paar ballen goed tegengehouden. Het ging gewoon voor Ajax heel erg lekker. En ik denk dat we gewoon hier weer eventjes van kunnen genieten. We hebben natuurlijk wel zaterdag alweer de wedstrijd tegen PSV. Daar ben ik ook niet zeker van dat we die zullen winnen. Maar ja, het was gewoon heel fijn om hiernaar te kunnen kijken. Dus ja, intens van genoten. De Kuip die is nog nooit zo stil geweest als gisteravond. Dus dat was echt fantastisch. Daarna heb ik nog eventjes gewoon goede tijden gekeken. En het perfecte plaatje. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik heb nog een spelletje aangekocht in de App Store. Want die was vandaag voor het laatst goedkoop. Het was een supermarktspel. Daar wees Nathalie me op. Superleuk. Dus ik dacht, oh, die wil ik ook wel graag hebben. Die was nu maar 5 euro. Maar die ga ik binnenkort nog wel een keertje laten zien met spelen. Ik heb mijn laatste foto bewerkt, maar ik had er een beetje moeite mee. De computer zat een beetje vol en ja, ik moest importeren en dat wilde allemaal niet zo. Ging allemaal niet zo van een leien dakje. Ook het uploaden van de vlog ging niet echt vlotjes. Dus dat heb ik op een gegeven moment opnieuw gedaan. Toen uiteindelijk is het wel gelukt. Nou, toen heb ik Netflix-serie gekeken en gewoon lekker oogappels. En dat was ook wel weer heel erg mooi. Maar ik heb wel een fout ontdekt in dit seizoen. Ging het op een gegeven moment ook over uitstrijkjes maken, zeg maar. En toen zei een van die dames, zei van, nou, ik heb dat laatst thuis gedaan. En zij kreeg dus een telefoontje dat het niet goed was. Alleen dat klopt niet helemaal, want in zo'n thuistest kunnen ze geen afwijkende cellen zien. Dat kunnen ze alleen zien als het bij een huisarts gedaan wordt, als zo'n uitstrijkje. Ik weet niet waarom dat is, maar dat kan met een thuistest niet. Die kan alleen aanwijzen dat je HPV hebt of niet. Dus dat klopt niet helemaal. Het vind ik allemaal een beetje, ja, het wordt een beetje versneld gedaan, maar die informatie klopt niet helemaal. Dus ik had wel het idee, daar hadden ze misschien iets beter naar moeten kijken. Maar goed, toen ben ik lekker naar bed gegaan, nog even mijn boek gelezen. En ja, weer niet zo fantastisch geslapen, maar het was allemaal goed. Nu ga ik zo nog eventjes wat doen. Ik ga eventjes naar boven even wat dingen doen, want ik heb nog even voor mijn coach content. En dan neem ik jullie straks nog even mee met boodschappen doen. Verder niet heel veel bijzonders. Dus dat gaat het ook worden. Dus dat ga ik nu maar eens eventjes doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik thuis ben. Koffie drinken is stel met Halloween. Ik heb hier lekker mijn koffie in zitten in mijn takkiemok. Die ik van mijn moeder had gekregen. Ik heb echt gewacht tot Halloween. Dus ik ben heel benieuwd hoe die drinkt. Dus ja, wel heel leuk zo. Zo, ik ben terug van het boodschappen doen. Ik vond het gewoon koud. Het viel op zich, de temperatuur viel wel mee, maar ik heb gewoon hele koude benen.
En ik vond het bij de Plus al heel gezellig, want ze hadden al die gezellige lichtjes, weet je wel, voor die kerstgroei een beetje opgehangen. Dus die heb ik eventjes voor jullie ook gefilmd. Voor de boodschap heb ik even een goedkoop zakje kattensprit gehaald. Ik heb volgende week eventjes de andere halen, maar voor nu eventjes een goedkope. Het was ook al wat later. Oh ja, ik had twee blikjes, die deed ik niet in de automaat. Ik heb toetjes gekocht. Dan frietjes weer. Aardappelschijfjes. Hier ligt een bonnetje. Dan heb ik nog een dingetje met toetjes, want ik kom nu net niet uit met deze toetje. Uiteindelijk nu toch wel, want mijn coach zei nu kun je woensdag. Toen had ik het wel gered, maar goed, toen had ik deze al gekocht. Een zakje met handschoentjes. Een lekkere broccoli. Een pakje kuppensoep. Oh, dit is lekker. Dat kattengrit, dat lekt dus een beetje. Dus dat ligt nu overal hier al op mijn kleed. Slavinken. Frikandellen. Frietsaus. En weer een keer hamlapjes. Ik heb niet zo heel veel boodschappen. Dat is ook altijd wel lekker, vind ik. Dan heb ik even twee keer cola meegenomen. De schnitzels die waren nu nog goedkoop. Kattenbrokken. Wattenschijfjes. Spekreepjes. Boontjes. En ik vond eindelijk bij Lidl weer de multivitamine. Ik zag toevallig laatst bij iemand in een video. Die ging een rondje ook in de Lidl doen. En toen zag ik dat die vitamine er stonden bij de... ja, ze hebben zo'n gezondheidsloop met van die proteïnerepen en van die poeders en dat soort dingen. Daar zag ik die pillen bij staan. Toen dacht ik, nou, dan moet ik ook kijken. Dus ik heb ze weer gevonden. Helemaal blij. Ik slik het al even niet meer. Ik merk het gelijk, mijn haar valt heel erg uit nu ook. En ik had nog een aantal leuke herfstdecoratie meegenomen. Die was nu 1 plus 1. Dus ik heb deze leuke knijpertjes van egeltjes. Die kan ik nog leuk in de hoek doen. Deze vond ik echt heel erg leuk. Deze met welkom, die hang ik gewoon leuk op in huis. En nog dit leuke eekhoorntje. Dat zet ik nog even leuk neer. Het was allemaal 79 cent per stuk en dus 1 plus 1 gratis. Dus dit was het ook eigenlijk. Ik ga even opruimen, dan ga ik nog heel even lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Ik had ook al lekker mijn uks aangetrokken vandaag, ook al koud. Verder, vanavond ga ik een goede tijden kijken en meester Frank Visser. Ik moet even deze nagellak eraf halen en even andere opdoen. Want ik moet morgen nog een video opnemen en die collectie, er zaten meerdere nagellakjes in. Dan moet gewoon even met nette nagels en dit kan gewoon niet. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Ik hoop nog even wat met persberichten doen. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer lekker De Ring, want het is donderdag en dat komt op tv. Daar heb ik zin in. Dus, maar ik neem het op en dan kijk ik het iets later. Want ik kijk altijd op dat tijdstip net iets anders. En dat vind ik eigenlijk ook wel wat lekker, zo'n serie die ik gewoon wat later op de avond wil kijken. Dus dan ga ik dat lekker doen. Daarna naar bed en mijn boek lezen. Dus dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu eventjes opruimen en verder niet zo heel veel meer. Eventjes relaxen en dat soort dingetjes. Dus ja, maar ik ben wel weer blij dat ik alles weer lekker binnen heb. Dus dat is altijd wel weer fijn. Dus bij deze ga ik dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 1 november alweer, jongens. De nieuwe maand is weer aangebroken. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video voor jullie opgenomen met make-up. Dus met die collectie van Catrice. Die had ik in de vorige vlog al laten zien. Dus die staat er nu ook mooi op. Dus dat is wel fijn. Het is koud. Tenminste, ik heb het koud. Ik heb lekker mijn trui aangetrokken. Want ik merkte toch wel dat het behoorlijk fris was. En nou, daarom zit ik nu lekker in mijn trui. En dat is prima. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar meester Frank Visser. Nou, het ging over een vloer en ik had op een gegeven moment, ik zei al tegen mijn moeder, die zat ook te kijken. Ik zeg, ik hoop zo dat die man die die vloer had gelegd wint. Want ja, ik vond het zo onnozel waar het jongstel hem van beschuldigde. En gelukkig won die ook, dus daar was ik wel blij om. Ik dacht echt wel van, nou, dat is wel netjes. Want hij had echt heel veel voor die mensen gedaan, hoor. Dat doen de meeste mensen niet. Dus het was echt een hele... Ja, hoe moet je dat noemen? Die man die was gewoon heel aardig, maar misschien een beetje te aardig. Dus ja, ik was blij dat hij had gewonnen. Nou, toen heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ging eigenlijk allemaal wel goed. Toen ben ik even, heb ik nog wel wat computerdingen gedaan, maar ik weet niet meer precies wat, want ik was ook een beetje moe. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op...
Netflix. En daarna was het tijd voor De Ring. En dat was super spannend. En ik baalde zo dat het afgelopen was. Ik geloof dat er nog 2 afleveringen komen. Maar het is echt een super goede serie. Mocht je van Nederlandse series houden en ook wel een beetje van spanning. En je zou hem gratis terug kunnen kijken. Is het zeker de moeite waard om te doen. Want het is echt... Ja, het is ook wel weer een keer leuk. Weet je, het is best wel... Nederlandse series die zijn best wel uniek. En... Althans in de vorm van, er worden niet zo heel vaak series gemaakt. Ja, of series die mij dan niet aanspreken. Maar deze spreekt me wel echt heel erg aan. Dus ik ben er wel heel enthousiast over. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Dus ik mag vanavond ook weer een nieuw boek starten. Dus dat is ook allemaal weer prima. Nu ga ik zometeen even stofzuigen en de boel een beetje op orde brengen. En dan ga ik eventjes naar boven, want ik wil even wat dingen opzoeken voor de video voor dinsdag. Want ik kan het niet vinden, dus daar moet ik eventjes naar gaan zoeken. En dan ga ik daarna gewoon nog eventjes wat voor dingetjes voor mezelf doen. Maar ik heb dus dat nieuwe spel gespeeld van Mickey Mouse. En die wil ik jullie graag laten zien hoe dat er een beetje uitziet. Mocht je dat nou niet interessant vinden, spoel het gewoon door hoor. Ik snap dat je niet iedereen dat leuk vindt. Ik moet heel even checken hoe dat spel nu ook alweer heet. Want ik weet het even niet uit mijn hoofd. Het is Epic Mickey Rebrushed. Dus die heb ik gespeeld en dat ga ik jullie laten zien. Maar nogmaals, vind je dat niet leuk, kun je dat ook gerust doorspoelen. Dus dat gaan we nu, ga ik nu eventjes lekker aan de gang en dan kunnen jullie dat eventjes gaan bekijken. En verder is er ook weinig nieuws, betreft oma ook niet. Dus we wachten het allemaal wel weer een beetje af. Maar goed, dat ga ik nu eventjes lekker doen. Dus voor mij ook even tijd om aan de gang te gaan. Ik ben klaar. Ik heb gevonden wat ik zocht. Dat is een heel groot pluspunt. Want ik wist dat het ergens moest wezen. Maar ik zag het even niet. Maar het was boven koud. Dus ik had ook niet zo heel veel zin om heel veel te doen. Het is ook heel erg donker buiten. Ik heb nu de lampjes ook al lekker aan. En goed, weet je. Dan maar even een dagje dat ik iets minder doe. Ik ben nog even lekker gaan schilderen op nummer. Dat was wel leuk. Ik moest nog even een telefoontje plegen. Voor mijn telefoon. En nou, dat heb ik even gedaan. Toen heb ik Nathalie even gebeld. Want eventjes hoe het allemaal zit. Nou, dat hebben we ook helemaal besproken. Dus dat is top.
Dus nou, daar ben ik blij mee dat ik in ieder geval weer gevonden heb wat ik zocht. Dus dan is dat in ieder geval klaar voor de video voor dinsdag. En ik heb nu nog een beetje verf aan mijn hand hier. Maar het scherpstellen, hij heeft er moeite mee. Staat dat ding weer niet aan of zo? Nee, zie. Hij heeft er geen zin in. Maakt ook niet heel veel uit. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen nog. En dan straks lekker warm douchen en eten. Vanavond kijk ik de laatste aflevering van Hudson en Rex die nog op de band stond. Ook wel weer jammer dat ik er dan helemaal doorheen ben, want ik geniet altijd heel erg van die serie. Maar goed, over een paar weken beginnen die Masked Singers weer. Dus dan heb je dat ook wel weer dat je daarna wil gaan kijken. Dus nou, dat komt ook allemaal wel weer goed dan. Verder ga ik nog even een spelletje doen en ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. En... ja, eventjes kijken. Ik heb alweer wat leuke kerstboeken binnengehaald. Die moet ik eigenlijk nog even doorsturen. Want volgens mij hadden mijn moeder en Nathalie er ook wel interesse in. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna Scott en Bailey. En dan ga ik lekker naar bed toe. En dan ga ik lekker een nieuw boek starten. En nu ga ik hier een beetje opwarmen. Want ik heb het toch wel echt goed fris. En de katten hebben ook net lekker weer gegeten. Dus dat is allemaal wel weer goed. Dat ga ik nu in ieder geval allemaal doen. Ik ga jullie dan ook gewoon... morgen zien, want verder is er gewoon niet zo heel veel. Ja, het was vandaag een beetje... ja, voor mezelf ook een beetje een saaie dag. Gevoel dat ik te weinig heb gedaan. Maar ja, goed, ik moest even het telefoontje doen. Dat was even belangrijk. Nou ja, goed. Allemaal dat soort dingen, dus dat komt helemaal goed. Dus, nou ja. Ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen zien. Dus nu tijd voor mij om te gaan relaxen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 2 november. Ik ben klaargemaakt en het stof dwarrelt hier in het rond. Het is altijd zo verschrikkelijk. De zon die schijnt en dan zie je overal stof dwarrelen. En dan voelt het alsof je huis heel vies is. Maar ja, ik poets elke week, dus het kan bijna niet vies zijn. Oké, het is met dieren iets sneller vuil natuurlijk. Ik las gisteravond een beetje verontrustend bericht omtrent mijn oma. En ja, daar kon ik ook niet zo heel erg lekker van slapen. En toen had ik eventjes, toen ik wakker was, mijn moeder en Nathalie geappt van... joh, ik schrok daar een beetje van. Nou, die waren er eventjes geweest. Toch eventjes, ja, gewoon even kijken hoe het was. Want het ging eigenlijk wel goed. Ze had lekker nog wat cake gegeten en wat gedronken. En ze krijgt nu voornamelijk dingen die ze heel lekker vindt. Ze eet voornamelijk heel veel pap en brood. Maar paling vindt ze heel erg lekker. Maar ook cake. Alles wat maar zacht is, dat vindt ze echt heel erg lekker. Dus dat was wel fijn. Maar goed, ik wilde het gewoon eventjes ook met hun delen. Van dat ik er wel van was geschrokken. Maar goed, op zich nu alweer redelijk gerustgesteld. Ja, weet je, je weet het toch nooit. Ik bedoel, ja, als ze moeten gaan, dan is het hun tijd. Dat snap ik. Maar ja, ik wil er eigenlijk niet helemaal aan denken. Maar goed, het zijn gewoon elke keer wel dingen waar je mee bezig blijft. En het speelt ook steeds gewoon in je achterhoofd. Elke keer als ik wakker word, ben ik dan toch... dan kijk ik op mijn telefoon en denk ik... oh, gelukkig, er is bijvoorbeeld geen bijzonder appje of ik ben niet gebeld of zo. Dus dan is alles wel oké nog. Maar goed. Beetje last van mijn keel. Ik heb gisteravond eindelijk naar de vlog... Oké, dit klonk heel raar. Ik heb geloof ik nu al een week zo'n bruinig vliegje in mijn douche. En ik kon hem op de een of andere manier niet vangen. Want dan ging hij weer op mijn douchegordijn zitten. Dan zag ik hem zitten en dan mapte ik daarop. Kreeg ik hem niet te pakken. Maar hij overleefde ook gewoon. Elke keer ging ik douchen en ik douche best wel warm. En dat overleefde hij gewoon. Dus ik denk, nou, je bent een taaie. Toen zat hij in één keer op de muur. Nou, toen kon ik hem plat slaan. Dus ik werd een beetje moe van hem. Maar hij vloog zo heel langzaam langs me heen. Echt irritant. Maar nu is hij weg. Dus daar was ik blij mee. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Hudson en Rex. Ik dacht eigenlijk dat ik de laatste had, maar ik heb er hierna nog eentje. Dus dat is ook wel leuk. Dat was echt een super spannende aflevering. Ik heb er heel erg van genoten. Ik vind het zo'n goede serie. En ja, het was echt wel heel erg leuk. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, je ziet natuurlijk ook, hè, het is natuurlijk een herdershond. Die worden ook gewoon gebruikt bij de politie, maar die hebben toch vaak wel andere hoofdjes. Ja, dan moet je eigenlijk kop zeggen bij een hond, maar ik vind dat nooit leuk klinken. Ik zeg liever hoofdjes. Die hebben andere hoofdjes als die Rex. Weet je, Rex die heeft een hele lieve uitstraling en die honden die kijken toch wat norser. En nou ja, goed, een hond moet op zich ook niet heel liefelijk zijn, want ze zijn natuurlijk aan het werk. Maar dat is toch gewoon het verschil. En ik weet het ook wel, het is een serie, maar dat valt gewoon op. Daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna Scott en Bailey. En toen ben ik lekker naar bed gegaan, ben ik in een nieuw boek begonnen die ik ook moeilijk weg kon leggen. Ik zat er gelijk lekker in. Ook wel een beetje
confronterend. Dat het ook wel weer gelijk een beetje met de dood te maken had. Maar daarna, ja, weet je, dat ik had, ik wist dat een beetje, nee, ik ken deze reeks, maar ik wist niet dat het boek zo zou beginnen. Ik wist niet hoe het verder zou gaan. Dus maar op zich wel een heel mooi boek, waar ik denk ook wel snel doorheen ben, want ik hou wel van deze reeks. En toen ben ik gaan slapen. Nu ga ik zometeen stofzuigen en de bak scheppen. De vaatwasser leegruimen, mijn kwasten wassen. Die zijn weer aan de beurt. En ik heb mijn blog en YouTube boek weer gevonden. Dus daar kan ik even lekker mee verder. En misschien boven nog even doen. Dus kijk even hoe ver ik kom. Ik heb het ook een beetje fris. Maar zo eerst maar eens eventjes wat gaan doen. Het een en het ander. Dus dat komt ook wel weer goed. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Kijk, ik heb mijn gewassen kwasten weer hier al ingezet. En dan ben ik heel benieuwd of dat droog ziet. Het er nou ook nat uit van binnen. Kan ik niet zo heel goed zien. Maar ik ben wel benieuwd of het nu zo goed droogt. Deze past er alleen niet in. Die is te groot, maar dat is niet zo erg. En dan kunnen ze op z'n kop drogen. En dan... ja, natuurlijk, ze zijn nu nog nat. Maar ja, ik denk dat ze dan wel snel drogen. Verder had ik nog eventjes... hier de egeltjes aan vastgemaakt die ik had gekocht. Dan blijft het beter zitten. Dan heb ik hier deze neergezet. Vond ik wel leuk. Pompoenetje heb ik opgehangen. En dan had ik hier deze neergezet. Dat had ik allemaal bij Lidl gekocht. Dus dat vond ik wel even leuk om nog te laten zien. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb wel gedaan wat ik wilde doen. De kwasten zijn schoon. Ik heb even mijn blog en YouTube boek gedaan. Boven wat dingen bij elkaar gepakt. Ik kwam ook een mail tegen van de IKEA. Dat ze vroegen om foto's van die kast. Waar dat verkeerd was. Met dat plankje wat het mis is. Dus die heb ik ook eventjes gemaakt. Die doe ik dan vanavond even gelijk doormailen. Als ik op de computer zit. Want dat vind ik altijd prettiger. Dan via de telefoon. Ik stuur wel eens een mailtje via mijn telefoon. Maar ik vind het met afbeeldingen altijd een beetje lastig. Dus ik vond het nu wel even lekker. Dus dat heb ik gedaan. En dan kan ik die eventjes vanavond doorsturen. Dus dat is ook fijn. Nou, even de laatste dingetjes dus opgehangen nog van de herfst. Ik vond het wel handig. Ik heb nu die lampjes een beetje vastgemaakt aan die blaadjes. Dus met die egelknijpertjes. En ik dacht, ah, dan zet ik die andere dingetjes leuk neer. En ja, wel superleuk. Ik vind het wel leuk hoor. Ik vind wel dat Lidl altijd leuke dingen heeft. Dus met de zomer hebben ze leuke dingen die, om neer te zetten. Maar dus met de herfst ook wel. Dus ik ben benieuwd misschien straks met de winter ook wel. En met de lente misschien. Want dan kan je ook nog een soort lentethema. Dat vind ik wel leuk. Nu ga ik zometeen even lekker relaxen. Want ik ben nu een beetje moe. Maar het komt allemaal wel goed. Ik heb de was eraf gehaald. Die heb ik al naar boven gebracht en opgevouwen. Dan ga ik straks lekker warm douchen en eten. Om 6:45 is Ajax-PSV. Dus daar ja, vind ik ook wel spannend. Maar dan ga ik natuurlijk kijken. Het is op de gratis zender. Dat is heel fijn. Dus ik hoef niet met een stream te clearen. Ik denk dat ik nog even Steenrijkstraat Arm ga terugkijken. En daarna ga ik lekker de Alles Kunnen Vips kijken. En nog even verder met Mickey. Dan ga ik mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En dan ga ik nog even mijn Netflix-serie kijken. En Danny Lowinski. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek verder lezen. Dus dat wordt het ook. Verder niet zo heel erg veel spannends of zo. Maar nou ja, dat ga ik dan in ieder geval doen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want nu ga ik verder helemaal niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag zondag. Het is 3 november. En ik zit nog even lekker op de bank.
een beetje in het zonnetje, maar het is wel koud. Want het heeft volgens mij vannacht ook tegen het vriespunt aangezeten. Nu wil ik heel even kijken hoeveel graden het is. Het is vandaag 13 graden. Nou, ik heb gisteravond natuurlijk gekeken naar de wedstrijd Ajax-PSV. Ajax speelde thuis in Amsterdam. Maar dat betekent ook bij dit soort wedstrijden, er mogen geen uitsupporters in. Dus ook hier mochten geen PSV-supporters komen. En ik vond het best wel spannend, want PSV die heeft nog geen enkele wedstrijd verloren. Tenminste, dat was gisteren dan zo. Die had nog helemaal niks verloren, dus je weet eigenlijk, was ik er al een beetje bang voor dat we dit zouden gaan verliezen. En op een gegeven moment kwam PSV ook wel voor te staan. En dat wist Ajax gelijk te trekken. Nou, je zag eigenlijk wel meteen dat Ajax veel beter was. Ik dacht echt, is dit het PSV wat geen enkele wedstrijd heeft verloren nog? Dat klopt niks, want ik kon PSV echt heel slecht spelen. Nou, toen in de tweede helft, toen werd het 2-1 voor PSV. Die wist Ajax weer gelijk te trekken. En toen hebben ze gewoon nog een extra goal gescoord. En toen hebben we gewonnen. En ik heb weer staan gillen en juichen. En ik was zo blij. Het was zo spannend. En op een gegeven moment toen ik video belde mijn moeder nog even. Want Lente en Jaren waren daar logeren. Maar Jaren lag al op bed. En Lente wilde nog even wat nieuwe knutseldingetjes laten zien die ze hadden gekocht. En toen scoorde Ajax. Dus ik zat zo, yes, yes, yes. En zij zat, Lente zat mij aan te kijken van, wat doe jij raar? Dus dat was wel heel grappig. Maar oh, het was zo lekker dat we gewoon weer gewonnen hebben. En we hebben nu nog maar 5 punten achterstand op PSV. En we hebben een wedstrijd minder gespeeld. Maar goed, ik weet natuurlijk niet hoe het PSV nu verder weer gaat spelen. Maar het was echt supergoed. En ik weet niet wat deze trainer doet, maar hij is een toppetje. Echt waar. Oh, Siri begint te praten. Ik denk al, ik hoor hier iets. Verder heb ik nog eventjes Steenrijkstraat Arnhem teruggekeken. Dat was ook wel een mooie uitzending. En daarna de Alles Kunnen Vips. En ja, dat vond ik ook wel leuk. Toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten. En voor zover het lukte natuurlijk. Voor zover ik beelden had. En daarna ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En Danny Lewinsky. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik was ook moe. Ik heb wel echt rondgeslapen. Dus ja, dat was wel mooi. Ik ga nu zometeen gewoon even stofzuigen en wat dingetjes doen in huis. En dan straks gewoon de foto's maken. Dus ik laat straks gewoon de fotospullen zien. Verder wordt het een beetje een rustig zondagje. En dat is ook helemaal prima. En ik zit nu wel lekker in mijn trui hoor. Maar ik heb het wel fris. Maar goed, het komt zo goed als ik wat ga doen. Dus nou ja, goed. Dat ga ik eventjes doen. Dus straks even de fotospullen. Ik heb fotospullen gepakt. Ik heb van Maybelline de lifterkloss. Dus deze wilde ik graag even gaan fotograferen. Het licht is niet zo mooi, dus dat is die. Dan heb ik hier van Essence het Love That Glow en Bronze paletten. Dus daar ga ik foto's van maken. En ik heb hier het Safari Fever Slim Eyeshadow Palette van Catrice. Dus nou, van deze producten ga ik nu dus eventjes foto's maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb alles wel weer redelijk klaar. Nu heb ik het wel extreem koud, maar dat komt ook omdat het boven wel heel koud is. En daar was ik eventjes. Ik kan daar niet zo. Ik vind het daar heel onhandig om te lopen met mijn sloffen. Dus het liefst loop ik daar op mijn sokken. Maar ja, dat maakt het extra koud. Dus dat is niet zo heel erg handig. Maar de foto's zijn in ieder geval gemaakt. Ik heb mijn groenten heb ik afgehaald. Ik heb mijn nagels nog weer eventjes glad en eventjes bijgeveld met dat elektrische veldje. En nou ja, toen dan de foto's gemaakt wat prima ging. Al geïmporteerd en alles. En dus het meeste is weer opgeruimd. Alleen die lamp die koelt nog even af. Katten hebben net lekker eten gehad. Dus dat is ook altijd wel weer fijn. En nu ga ik zo zelf even lekker relaxen. Want ik ben een beetje moe. Oh. Ik weet niet. Gewoon met slapen en zo. Soms dat niet helemaal lekker gaat. En ja goed, ik voel me nu gewoon een beetje ingekakt. Maar dat komt ook wel weer goed. Nou, ik ga straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar Miljoenenjacht, de laatste van dit seizoen. En daarna denk ik nog even een jaar van terug. Dan ga ik nog even verder met mijn Mickey-spel. Foto's bewerken, nagels lakken. Ik hoop nog even wat computerdingetjes te doen. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer verder met de Resident. Ook op Netflix. Dus ja, dat is dan eigenlijk ook de planning. Maar ik ga nu soms in ieder geval eventjes lekker warm worden. Want ik heb het gewoon echt heel erg koud.
Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, gewoon eventjes lekker zelf in de relax-modus en eventjes ja, gewoon een beetje bijkomen. En nou ja, dat. Dus bij deze zou ik in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 4 november. Ik ril echt van de kou nu. Maar goed, dat komt uiteindelijk wel goed. Ik ga zo toch aan de gang. Gisteravond heb ik gekeken naar de laatste aflevering van Miljoenenjacht. Ja, die man die had eigenlijk een heel mooi bedrag van 206.000 euro, geloof ik. Ja, toen besloot hij toch door te gaan. Ja, toen pakte hij de verkeerde koffers eruit. En toen zakte hij terug naar de 44.000. Dus ja, dan kun je zien, dan wil je soms toch meer en dan gaat het mis. Hij ging sowieso niet heel lekker, want hij haalde elke keer al die hoge eruit. Dus het was sowieso best wel een unicum dat hij eigenlijk zo'n hoog bedrag van die 206 had weten bij elkaar te spelen. Maar ja, goed, dat ging niet goed. Dus nou, toen heeft hij uiteindelijk toch maar voor die 44 gekozen. Nog een hartstikke mooi bedrag, want je komt ook met niks natuurlijk. Maar dan denk ik wel, ja, soms willen mensen meer en dan komt het toch, loopt het toch niet goed af. Dan heb ik nog even het jaar van teruggekeken en heb ik nog even mijn Mickey-spel gespeeld. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik heb pikhanden. Ik had net een lipgloss, die heb ik opgedaan. Ze heeft een lipglossje gelekt. Dus heel veel van die flaconnetjes die pikken nu. Dus moet ik straks eventjes met, als ik toch ga schoonmaken, doe ik even een doekje eroverheen. En dan is gelijk die piklaag eraf. Dat is wel lekker. Even met een beetje sop. Maar ik heb het nu ook aan mijn vingers zitten. Dus ik heb ze net goed gewassen, maar het blijft pikken. Dan is het ook wel rotzooi hoor. Nou ja, Netflix-serie was eigenlijk ook weer super spannend. Je gaat nu naar het einde toe, maar ik vind het echt een steengoede serie. En daarna weer de ziekenhuisserie. Ik weet even de naam ben ik heel even kwijt. En ik had mijn nagels gelakt. En ik heb nu dat lakje, die paarse kleur van die collectie van Catrice. Deze heb ik nu aangebracht. Dit is dan de kleur 02 Falling Leaves. En die is uit de Mystic Forest collectie. Dus ja, wel een leuk kleurtje ook. Nou, en toen ben ik ook lekker eigenlijk naar bed gegaan. Heb ik lekker mijn boek gelezen waar ik heerlijk in zit. En toen ben ik gaan slapen. Ik was ook wel moe. Ik merk ook dat ik gewoon last heb van mijn keel. Het was allemaal niet zo lekker. Het is ook super koud. Ja, ik zit er eigenlijk over na te denken. Zal ik de verwarming dan een beetje aan? Want ik had eigenlijk met mezelf een bepaalde temperatuur afgesproken. Maar die heeft hij nog niet behaald. Maar begint nu. Het is ook gewoon niet lekker meer. Want alles is nu gewoon koud. Maar goed, daar ga ik nog heel even over nadenken. Ik ga zo in ieder geval was aanzetten. Dan ga ik eens eventjes hier lekker aan de gang. De gang moet gedaan worden. De douche, kattenbakken. Nou, eigenlijk het hele riedeltje wat eigenlijk standaard is. Maar ik had eventjes lekker in mijn blog en YouTube boek gewerkt. En toen dacht ik, nou misschien kan ik jullie dat wel eventjes laten zien. Dat ik daar even lekker in aan tekenen was geweest. En ja, eigenlijk een beetje dat soort dingen. Dus dat vond ik ook wel lekker. Dus nou, dan wil ik jullie daar eigenlijk eventjes bij meenemen. Om dat te laten zien. Want ik vind altijd met schoonmaken soms meenemen is niet altijd even handig. Vooral niet in de douche of de gang in de woonkamer gaat het nog wel. Dat kan ik ook wel weer een keertje doen. Dus dat. Ik ga nu dus eventjes lekker mijn muziek aanzetten. En dan ga ik eens even lekker aan de gang. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. En dat is ook weer fijn. I'm not afraid to
Zo, ik ben weer klaar. Nou, probeert er echt nog eentje de laatste brokjes overal vandaan te toveren, want ze hebben net vol gehad, de katten. Alles is verder weer gelukt. Alles is lekker schoon. Ik had alleen een beetje een... Je ziet het bijna niet meer. Kijk, ik ging de pak in de kliko doen. Die had ik plat gemaakt. En toen lekte de chocomel. Dus kijk, ik had een beetje chocomelvlek, maar ik heb er even met een doek overheen gedaan. Nu zie je het bijna niet meer. Heel licht nog, maar hij gaat toch vanavond in de was, dus dat is prima. Die trui. Maar ik dacht wel even van, elba. En ik snel binnen met een doekje eroverheen. Toen ging het gelukkig al vrij snel wel eruit, omdat ik snel handelde. Dus dat was wel fijn, want als je het helemaal laat indrogen, weet ik ook niet of je het uit de was krijgt. Over het algemeen krijg ik mijn was eigenlijk altijd wel schoon. Maar ja, het kan natuurlijk een keer voorkomen dat er een keer een vlek in zit. Wat niet schoon wil. De wasmachine draait nu ook nog. Die is voorlopig denk ik nog niet klaar. Het was ook echt nodig weer wassen. Maar goed, dat is fijn. Ik heb het ook niet meer koud, want ik ben natuurlijk flink aan de gang geweest. Dat is altijd wel lekker, dat je dan lekker warm krijgt. Ik ga soms dan eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon Goede Tijden kijken en daarna Mailand on Roots. Ik kijk er eentje terug van de band, want het is nu heel raar. Ze gaat nu vandaag en morgen uitzenden en volgende week heb je maandag, dinsdag en woensdag. Nou ja, goed, ik moet het toch opnemen, want ik ben gewoon nog niet zo ver met bijen met kijken. Maar dat komt ook uiteindelijk wel weer goed. Dus misschien dat ze het nu ook een beetje snel doorheen willen zijn of zo. Dat is ook prima. Of dat ze gewoon niks meer hebben om uit te zenden. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, dan doen we het. Dat is ook prima. Dan ga ik gewoon verder met kijken. Ik ga nog even een spel doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten van morgen. En mijn blogpost schrijven. Ik moet daar nog even één nieuwe foto van maken. Bedenk ik me nu. Ik zit even te denken. Wat had ik nou ook alweer? Oh ja, ik weet het alweer. Er moest nog even een nieuwe foto van. Twee zelfs. Die waren niet goed. Dus dat moet ik nog eventjes doen. Ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie en daarna weer die ziekenhuisserie. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen en weer lekker slapen. En ja, dan vind ik het ook mooi geweest. Ik ben nu ook een beetje moe. Genoeg gedaan. Dat is ook wel weer lekker hoor, want het is gewoon altijd zo lekker als alles weer schoon is. En ja, daar word ik altijd wel blij van. Ik heb weer jeuk aan het oor. Ik heb nu deze. Die staafjes, die haal ik er nu maar uit met slapen. Want elke keer komt er een soort van vocht uit, wat heel erg naar luchtje heeft. Net of het een soort ontsteking is, maar het is gewoon heel raar, want deze gaatjes, nou, die zitten er echt al wel 20 jaar. Dus dat snap ik gewoon bijna niet. Maar goed. Ja, nee. Ik denk zelfs langer. Nou, maakt ook niet uit. Ze zitten in ieder geval heel erg lang. Dat wou ik even gezegd hebben. Nu ga ik lekker relaxen en ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 5 november. Ik ben klaargemaakt en ik zit even aan de oplader, want hij zei dat mijn accu leeg was, waar ik niks van begreep. Want ik heb hem echt gisteravond er nog aangelegd, maar het is blijkbaar niet helemaal goed gegaan. Maar nu zit hij er goed aan, dus nu kan hij lekker opladen. Nou, het is zover. De verwarming is hier aan, jongens. Het heeft heel lang geduurd. Ik heb het echt tot vandaag weten te rekken. Nou, laat ik het zo zeggen, ik spreek altijd met mezelf een beetje af van, nou, als het een bepaalde temperatuur wordt in huis, dan vind ik dat de verwarming aan mag, want ik probeer het altijd zo lang mogelijk te rekken, want ja, goed, zonder weer die hele discussie op gang te brengen, we weten allemaal dat het gas gewoon niet super goedkoop is, dus ik probeer het altijd best wel een poosje te rekken. Maar het begon nu toch wel een beetje lastig te worden, want ik merkte echt wel dat het... Gisteravond had ik het al best wel koud en ik merkte het ook aan de dieren dat ze het wat kouder kregen. En ik zie nu ook gelijk, Tijger heeft nu door dat de verwarming aan is, dus kijk, zij gaat nu gelijk ervoor zitten. Kijk, ze zit gelijk met een snoetje erbij, dan gaat ze daar zo lekker liggen bij die verwarming, dat vindt ze lekker. Goed, de temperatuur hier in huis was bijna gehaald op de temperatuur waarvan ik vond dat die aan mocht.
op 1 graad na, maar ik trok het eigenlijk niet meer. Ik had het zo koud en elke keer overal waar ik liep en ik ging ik lag lekker in mijn warme bed. Toen moest ik sporten, heb ik eerst mijn warme sportkleding uitgepakt. Het was al heel erg lekker warm, dus ik ben echt met mijn warme kleding weer naar boven gegaan om kleren te pakken die ik aan wilde. Nou, dan moet je weer omkleden, heb je het weer koud. Dus ik dacht, nou, het is nu wel tijd. Ik heb een heel klein tikje gegeven, want het is nu natuurlijk nog vroeg in de middag. Er wordt ook eigenlijk wel aangeraden als je niet thuis bent om niet aan te doen. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk gewoon eigenlijk altijd thuis. Dus ja, ik dacht nu, nou, om het iets behagelijker te maken, is het nu toch wel lekker als hij even aangaat. Dus dat heb ik nu gedaan. Dus nou, op zich heb ik er nu ook wel vrede mee. Maar ja, ik bouw altijd een beetje voor mezelf dat ik het nog niet heb gered. Maar goed, ik wil ook, ik ga aanstaande vrijdag lekker mijn bed verschonen en mijn slaapkamer doen. Dan wil ik ook mijn winterdekbed gaan pakken, want die heb ik er ook nog niet op. En mijn sprei weer, dus dat zijn allemaal even dingetjes die ik wil gaan doen. Het is vandaag ook D-Day natuurlijk in Amerika, want Amerika mag naar de stembus. En het is natuurlijk best wel spannend, want er is natuurlijk voor een nieuwe president. Dus ja, wie gaat het worden? Wordt het Trump of Harris? Ik ben wel benieuwd wat de Amerikanen gaan kiezen, maar volgens mij is het nu zo'n 1,5 uur geleden of zo dat ze de stembussen openen. Ik weet niet tot hoe lang ze open zijn, want ik weet nooit helemaal het tijdverschil daar. Maar ik denk dat we daar de loop van de dag of avond nog wel wat van gaan horen hoe het is. Dus ja, wel spannend. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar de Meilandjes. Ja, kwam ik nu een beetje bij. Maar ja, nu wordt het vanavond ook weer uitgezonden en dan kijk ik niet, want dan heb je Bureau Maastricht, wat ik heel erg mooi vind. Volgende week heb je het zelfs 3 dagen. Dus ik heb het idee dat ze er een beetje snel doorheen willen gaan. Maar het was op zich wel weer leuk. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ik ben alleen met die thumbnail iets langer bezig geweest. Dat vlotte niet helemaal. De computer liep een beetje vast. Was allemaal eventjes een beetje struggles. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. En toen dacht ik, yes, ik ga lekker mijn Netflix-serie kijken. En toen kwam er een grote teleurstelling. Want ik had dus de laatste aflevering al gehad. En dat had ik niet in de gaten. Je bleef met zo'n grote cliffhanger achter dat ik echt dacht, oh, ik wil morgen verder kijken. Maar er kwam geen aflevering meer. Dus er moet hier wel een tweede seizoen van komen, hoop ik. Want ik wil gewoon weten hoe dit geëindigd is. Maar het was zo spannend. Dus het was een klein beetje een teleurstelling. Dus toen heb ik wat anders opgezocht. Dan moet ik heel even kijken hoe dat heet, want het is een Duitse serie. Even kijken hoor. Welke had ik uitgekozen? Ik had echt een struikel, want ik wist niet wat ik kijken wilde. Ik ben begonnen met Achtsam Morden. Ik zal het vast niet helemaal goed uitspreken, maar het is dus Duits. En nou, ook wel benieuwd naar. En daarna gewoon weer de Resident. En daar zit ik al wel lekker in hoor. Ik vind het wel echt een hele goede serie. Maar ik zie ook wel heel veel dingen die daar misgaan bij dat ziekenhuis. Maar het is wel echt een mooie serie om naar te kijken. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Mijn boek gelezen, waar ik ook weer heerlijk van genoten heb. Ik ben ook met mijn badjas in bed gaan liggen om mijn boek te lezen. Die heb ik voor ik ging slapen gaan dan wel weer uitgedaan. Want ja, ik dacht, dat vind ik dan te warm om in te slapen. Maar dat was wel eventjes heel lekker dat ik een beetje kon opwarmen. Dus nou, dat eigenlijk. Ik moet zo meteen nog eventjes een korte video opnemen en de gewone video. Maar ik moet eerst even wat stroom hierin krijgen. Die kan ik gewoon met de video opnemen. Kan die aan de stroom zitten, maar niet met, met het losse mini videootje die ik even wil opnemen. Dus dat moet ik eventjes nog doen. Dat is dan ook tevens gelijk weer een reel voor Instagram. Dus wat dat betreft, dat moet ik eventjes doen. Ik ga gewoon even stofzuigen en dan straks nog even lekker aan de diamond painting. Daar heb ik wel weer zin in. Dus ja, ik neem jullie dan nog eventjes mee. Maar nu ga ik eerst eventjes hier even de boel een beetje netjes maken. Ik ga even een pakketje van de Boosje Shop. Want de nieuwe kerstcollectie van Essence lag daar al. Die heb ik meteen besteld. Dat ga ik hier even laten zien. Oh, ik heb ook een moestertje erbij. Een eye butter. Is wel lekker. Ik zal het even uitpakken. Ga je uiteraard nog een losse video van opnemen, maar omdat hij nu al daar al lag. Ze hebben allereerst hele leuke sponsjes in een leuk doosje, die ook heel leuk is om in de kerstboom te hangen. Deze hebben de naam 01 Wear Hearts. Even mijn telefoon erbij, want ik kan het natuurlijk weer niet lezen. Oh! Unite, gekregen, weer Hart Unite. Hij is officieel te koop vanaf eind november in de winkels. Dan hebben ze een hele mooie tinting lip glow. Dat is deze. Die ziet er zo uit. Heel erg mooi.
Welke naam heeft deze gekregen? 01 Starkist Bliss. Superleuk. Dan hebben ze ook een hele mooie kwast. Normaal koop ik hem niet, maar ik vond deze wel heel erg mooi uitzien. Dus dat is deze. Die heeft de naam 01 Meet Me Under the Mistletoe gekregen. Dan hebben ze ook hele leuke nagelstickertjes voor de kerst. Met de naam 01 Mistletoe Magic Stick Around. Hele leuke kerststiekjes. Kijk nou, met hele leuke strikjes erin. De naam 01 Mistletoe Bow Kiss Below heeft hij. Dan hebben ze een hele mooie Color Changing Shimmering Lip Oil. Dat is deze. Die heeft de naam 01 Kiss and Wish gekregen. Ze hebben ook stickertjes voor het gezicht. Lijkt me wel leuk om een keer te proberen. Met de naam 01 Mistletoe Kiss Don't Wait to Miss. En ze hadden een hele mooie blush en highlight. En die verpakking is alleen al prachtig. Deze heeft de naam 01 Under the Mistletoe gekregen. En die ziet er dan zo uit. Dus super leuk. Nu al te koop is bij de Bougie Shop. Het is volgens mij wel heel veel uitverkocht hoor. Maar vanaf eind november dus ook in de winkel. Maar net wat ik zeg, rond de kersttijd komen er ook nog wat video's van online. Die kerstcollectie heet trouwens Xmas Kisses. Dus dan weet je dat ook eventjes, mocht je dat nog willen weten. Klaar. Ik heb ook al even de boodschappentas gepakt en kleding voor morgen. Want ik ga natuurlijk morgen boodschappen doen in plaats van donderdag. Dus dan heb ik alles al klaar staan. Dan kan ik eventjes, als ik nog oud papier heb, dat ook in de tassen doen. Dan kan dat ook mooi weg. Het was eigenlijk wel een prima middagje. Ik ben alleen heel erg aan het niezen. Ik heb nog eventjes een reel op kunnen nemen. Ik heb even heerlijk aan mijn duimpeten gezeten. En ook eigenlijk de video opnemen ging wel op zich. Het is altijd een beetje lastiger. Omdat ik van een voorpunt film met creatieve video's. En de meeste mensen die dat echt doen, zeg maar. Als de hun kanaal echt een hobbykanaal van hebben gemaakt. Die doen het vanaf de bovenkant. Ik weet ook niet hoe die dat doen. Dan zie je het soms vaak net iets mooier. Dus voor mij is het altijd een beetje van de voorkant. Maar over het algemeen krijg ik altijd wel leuke reacties van jullie. Dus het zal vast wel goed komen. Nou, nu ga ik soms even lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. Zet ik straks de verwarming ietsjes hoger. Want ik had nu gewoon even meer om de kou eruit te doen. Dan kan die straks wel ietsjes omhoog. Want het is nu natuurlijk al wel weer ietsjes afgekoeld. Maar dat komt goed. Ik heb de lampjes ook klaar, want het werd heel erg donker. Vanavond kijk ik gewoon lekker naar Goede Tijden en een Bureau Maastricht. Wel weer heel veel zin in, want ik vind het wel echt een hele spannende serie. Ik ga nog even een spelletje doen, dan ga ik mijn vlog afmaken, mijn foto's bewerken. En dan ga ik verder met die Netflix-serie en daarna weer die Resident, daar heb ik wel heel veel zin in. Dan ga ik lekker de bed mijn boek lezen en dan is het ook wel weer goed. En ik ben wel benieuwd wat we vanavond nog te horen krijgen omtrent de verkiezingen. Eerlijk gezegd in Amerika, wat het geworden is. Er is nu nog niet zo heel veel van bekend, maar ja, ik ben toch wel benieuwd wat de uitslag wordt.
Ja, ik ben er niet heel erg mee bezig. Maar het is wel als ik dan denk van, oh, als ik dat hoor van, oh ja, want ik weet nog wel wat ze toen zeiden. Dat was het voorjaar, ja, in november pas verkiezingen. Ik denk, goh, moeten we het daar nu al over hebben? Ja, nu is het alweer november, dus. Wordt alleen wel steeds meer verkouden. Ik ben steeds meer aan het niezen. En ik merk nu gewoon ook dat ik er wat last van heb. Vaak een beetje last van mijn stem en zo. Maar goed, dat komt allemaal goed. Het hoort ook een beetje bij de tijd van het jaar. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!